wederom. Hele mooie muziek in deze aflevering van Oosterhout vandaag. En wij gaan praten met Maya Fix. Zij is van het museum Oud-Oosterhout. Maya, goedemiddag. Goedemiddag, Ad. Daar zijn we weer. Jullie seizoen is in volle gang. Het duurt nog ongeveer een maand. Ja, nog tot eind oktober met het buitenseizoen. Dus dat de miniaturen nog in het park staan. Mm-hmm. Maar ons seizoen loopt wel een beetje af. We hebben nog een hele drukke periode voor de boeg. Maar de winterperiode die gaat gewoon door. Dus we stoppen nooit. Hè? Hoe is het seizoen geweest tot nu toe? Ja, het seizoen is... de maand juni is wat slechter geweest. Maar verder hebben we eigenlijk vanaf de zomervakantie toch wel weer een flinke doorstart gemaakt. Okay. Dus over het algemeen zijn we niet ontevreden. En we hebben nu de komende periode hebben we heel veel bezoekers van scholen. Ja. En dat heeft te maken met onder andere het boekenweekthema. Dat is voor altijd jong. En er zijn nogal wat scholen die dan bij ons op bezoek komen in het kader van dat thema. Dus okay. Dat is heel leuk. Ja. Ja, dus vandaar dat jullie dan met extra... Extra bezoekers toch weer genereren. Ja. Oké. Okay. Hey, en dan, dan zijn er nog wat andere activiteiten. Hè, ja, allereerst zaterdag de rommelmarkt. Hè? Want dat is toch heel erg leuk dat je daar aandacht aan wil besteden in de uitzending. Daar zijn we heel blij mee. We hebben een fantastische rommelmarkt. Ik ben net gaan kijken naar de spullen die er liggen. En er ligt echt, als je van spullen houdt, dan moet je zaterdag echt naar het museum komen kijken. Want we hebben een prachtig, als nieuw fietsenrek voor achter op de auto. We hebben mooie voor thuis. We hebben hutkoffers, een echte oude trapnaaimachine, boeken, cd's, rollators, kinderfietsje, speelhuisje, printers, noem maar op. Echt heel erg leuk. Hoe zijn jullie aan die spullen gekomen? We hebben via onze eigen vrijwilligers verzameld. Ja, ja. En die hebben ook nog een netwerkje. Als je zegt van we gaan een rommelmarkt houden, dan sta je ervan versteld wat je allemaal binnenkrijgt. Dan moet je echt oppassen dat je... Je moet ook een beetje selectie maken. Maar we hebben heel veel rommel. Dus het is geen rommel uit het museum. Het zijn geen museumstukken. Nee. Die mogen we niet verkopen. Nee, maar goed, daar staat ook geen rommel bij jullie. Hè? Dus, Nee, er staat geen rommel bij ons, inderdaad. Nou ja, zaterdag hebben we dan van 11 tot 5 is de markt open. We hebben die dag een speciaal tarief voor iedereen. Het kost €2 om binnen te komen. Dan mag je de rommelmarkt bezoeken, maar dan mag je ook het museum bezoeken. Dus museumbezoek is normaal gesproken €4, maar zaterdag gewoon €2. Okay. Voor jong en oud. Ja, ja. Hey, en dat is, die rommelmarkt is ook weer te baten van het museum om jullie alle... Want financieel is het dus altijd goed om geld te hebben. We willen een serre aan gaan bouwen, want we woekeren hier altijd met ruimte. Als we meerdere groepen tegelijk hebben, als we eens een keer een vergadering hebben. Dus we willen heel graag een serre aan gaan bouwen. Dat kost toch wel geld. Het onderhoud kost geld. Nieuwe miniaturen bouwen kost geld. Dus een museum komt altijd tekort. Ja, want het blijft altijd geld kosten, hè? Ja, het blijft altijd geld kosten. Hey, dan is er ook nog iets met een heel mooi schilderij wat bij jullie gaat komen. Ja, we krijgen het schilderij van Peter Nuiten. Dat hangt nu nog in het gemeentehuis. En die heeft ooit Willem van Duvenvoorde geschilderd. Een heel groot schilderij. Willem van Duvenvoorde staat dan bij de poort van het kasteel. En die gaat op valkenjacht. En dat is een heel groot schilderij. Het gemeentehuis ging het wegdoen. En dat ging naar de Heemkundekring. Mm-hmm. En dankzij de Heemkundekring hebben wij het schilderij hier in Bruikleen. En komt het in het museum te hangen. Ja, jullie hebben daar nog wel plek voor. Daar hadden we nog één muur voor. Want het is zo groot dat het echt nergens anders kan hangen. En rondom die plaatsing van dat schilderij gaan we een tentoonstelling ook inrichten over Willem van Duvenvoorde. Oké. Ja, dus dat is... maar daar komt dan met de tijd nog wel. Want dat zal wel begin november worden. Komt met de tijd nog wel iets. Ja, dat wordt de tentoonstelling binnen, lekker van de winter. Ja, en dan hebben we ook, als mensen luisteren, dan kan ik daar nog een oproep voor doen. We willen ook een tentoonstelling houden over verzamelingen. Dus als mensen een verzameling hebben en ze willen die een paar maanden aan ons uitlenen, dan mogen ze ook bellen naar het museum of info@Brabantsmuseum Oud-Oosterhout en even aanmelden. Ja, daar moet je meestal wel heel veel ruimte voor hebben, Maya, voor verzamelingen. maar het ligt eraan wat je verzamelt, hè. Als je naaimachines verzamelt of auto's, dan wel. Maar we hebben bijvoorbeeld al een hele mooie verzameling van miniatuur poppenhuizen en dat soort dingen. Dat, ja, dat,
Daar hebben we wel ruimte voor. Daar maken we ruimte voor. Ja, ik ken iemand die eierdopjes verzamelt. Ja, nou ja, hartstikke leuk. Die heeft er duizenden. Ja, nou ja, daar kunnen we er dan geen duizenden van, maar een selectie eruit. Het is toch leuk om te zien, om mensen te laten zien wat iedereen nou zo allemaal bezighoudt en waar iedereen mee bezig is. Dat is waar. We hebben ook nog het kruis en de haan van het Sint-Josef ziekenhuis gekregen afgelopen periode. Mm-hmm. Die heeft een hele mooie nieuwe plaats bij ons gekregen. Dat kruis en die haan is helemaal opgeknapt. En het ziet er prachtig mooi uit. Ja, dat hing daarheen vroeger bij dat gewelf, hè, waar je onderdoor moest. Hè? Ja, weet je dat nog? Ja, ik weet dat nog. Ja, die staat nou bij ons in het park naast het Sint-Josef ziekenhuis. Kijk, mooi toch? Ja, echt heel erg mooi. Hey, zijn er al plannen voor het nieuwe seizoen? Welke maquettes gaan erbij komen bijvoorbeeld? In het kader van die tentoonstelling van Willem van Duvenvoorde zouden we natuurlijk toch ook wel de ruïne willen bouwen. Ja. En een grote wens is om meer slotjes te bouwen. Dat is eigenlijk, dat staat voorop. Nou ja, daar zullen we ook nog wel aan beginnen. Maar wij kampen wel een beetje met een tekort aan bouwers. Dus mochten er ook nog mensen zijn die luisteren en die het leuk vinden om een miniatuurbouw te doen, dan mogen ze zich ook aanmelden. Ja, maar ja, daar moet je echt hele handige mensen voor hebben, hè? Ja, moet je handige mensen voor hebben, inderdaad. We hebben heel veel vrijwilligers en echt mensen in de tuin en mensen binnen en overal. Maar ja, dit is toch heel specifiek en daar hebben we eigenlijk net iets te weinig mensen voor. Ja. Jullie beschikken wel over een eigen werkplaats en zo daar? Ja, we hebben een mooie werkplaats. We hebben best wel goed gereedschap. Maar mensen, hè? Ja, je moet een beetje creatief en een beetje handig zijn. En vernuftig vaak. Een beetje timmerervaring, want je moet ook op schaal kunnen werken. Dus ja, het schilderen, dat lukt wel. Daar hebben we dan nog wel mensen voor. Maar het maken, dat is heel specifiek werk. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Ja. Goed, maar eerst aanstaande zaterdag de rommelmarkt. Ja. Dus mochten de mensen luisteren, iedereen is van harte welkom tussen 11 en 5. Juist, en jullie hebben heel veel spullen. Ik neem aan dat er overal echt, de kraampjes staan. Echt hele mooie, maar echt mooie spullen ook hoor. Het is niet, het heet rommelmarkt, maar eigenlijk is het gewoon een marktplaats. Ja, het gaat verder als potten en pannen. Het gaat veel verder als... Ja, wat ik al zei, zo'n fietsenrek voor achterop de auto. Nou, het ziet er als nieuw uit. En mooie hutkoffers en mooie voor thuis. Dus echt, echt heel erg leuk. En goed. CD's en boeken en printers. En er is natuurlijk ook gewoon van alles wat op een rommelmarkt hoort, hè? Ik snap hem. We hebben heel veel. Is goed. Dus tussen 11 en 5, entree €2, parkeren gratis, Bredaseweg 129. Het kan niet mis. Nou... Hey, we gaan een kijkje nemen. Heel erg bedankt voor je aandacht dat we in de uitzending mochten. Graag gedaan, komen. Maya. Succes, tot volgende hè? Keer. Oké, okay, hoi. Dag. Dag.